Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. De demonstratie goed, alleen het aantal niet correct. Een beetje te... Iedereen moet zijn eigen houden aan de voorschriften. En dat werd een beetje genegeerd. Of, ja, overdonderd eigenlijk. Waardeloos. Daar had die vermogen zo. Verschrikkelijk. Alle oude mensen die zitten opgesloten. Mogen de kleinkinderen niet zien. Niemand. En dan gaan ze dan met meer dan 5000, volgens mij meer. Nou, en dan is het weer in Rotterdam. Eindhoven. En in Tilburg willen ze het gaan doen. Dit moet niet kunnen. Echt niet. Gemixte gevoelens. Het was enerzijds terecht. Zwaar terecht. Aan de andere kant een beetje een rare tijd natuurlijk. Hè? Dat ze demonstreren, dat is terecht, maar niet op die manier. Hè? Dat is, heeft niks met demonstreren te maken. Dus dat vind ik gewoon niet goed. Druk. Ja. Heel druk. Misschien hebben ze wel gelijk, maar het was wel druk. Jammer. Ja, jammer dat het zo uitgelopen is. En dat niemand zijn verantwoording neemt. Een wisselend. Ze mogen wel demonstreren, dat snap ik ook wel. Maar het was een beetje te, vond ik. Veel te dicht op elkaar. Ja, demonstreren mag, maar dit was een beetje onverantwoord. Oeh, is een moeilijke vraag. Ja, het was eigenlijk te dicht bij elkaar. Ze hadden uit elkaar gemogen. Ja, niet goed. Nee, ik was het niet mee eens. Veel te veel mensen bij elkaar. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb zelf geen racisme onder de familie, want ik heb een Marokkaanse familie. Mijn schoonzus is Marokkaanse en mijn vrouw is Poolse. Dus aan discriminatie doe ik helemaal niet. Nou, dat valt wel mee. Toch? Ja. Wij kunnen ons eigen ook wel overal van aantrekken, toch? Wij worden ook overal op gekleineerd. Toch? Ja. Ik vind wel. En ieder moet zijn eigen leven leiden. Niemand moet zich eigenlijk met niemand bemoeien, gewoon ieder zijn eigen gang gaan. Ja, ik denk dat er wel naar gekeken moet worden. Zeker weten. Ja, wel erg denk ik, ja. Ik merk het ook wel hoor, in mijn werk ook wel hoor. Ja. Mijn collega's, ja. Maar leidinggevende die houdt het wel strak hoor, dus ja. Nou... Ja, ik denk dat op zich wel meevalt, niet? Ja. Tenminste. Misschien in de grote steden anders, maar ik denk dat hier wel meevalt, ja, denk ik. Ja, hier valt volgens mij wel mee. Ja, dat denk hier, ik ook. Weinig last van. Ja. Kijk, heel eerlijk gezegd, persoonlijk merk je dat niet. Persoonlijk heb ik het niet zo last van. Maar vrienden van mij... die hebben er wel last van. En als ik met hun praat, en we praten er eerlijk en open over, dan vertellen ze wat er echt aan de hand is. En ja, dat verbaasde mij toen in het begin, toen ik het voor het eerst hoorde. Maar we moeten met elkaar praten. Wat verder vragen dan, gaat het goed met u? Gewoon vragen wat er nog meer gaande is. Hoe mensen de dingen ervaren. Nou, dat vind ik nog wel meevallen in Nederland. Alleen dat gedoe om die zwarte pieten, dat erger mij ontiegelijk. Maar goed. Okay. Het racisme. Dit is uitleggen. Het racisme. Ja, ik denk dat het ook wel erg aanwezig is bij ons hoor. Iedereen zegt dat is niet, maar het is wel zo. Ja. Ik denk, hier zijn we heel tolerant. Ik denk dat het reuze meevalt. Ja. Ja, dat is wel een dingetje. Dat kan ik wel begrijpen. Het had niet mogen gebeuren in Amerika, dat sowieso niet. Maar om op deze manier nu in de coronatijd bij elkaar te komen, nee, dat kon niet. Nee, er zijn wel andere mogelijkheden misschien voor. Nou,
Nou, ik denk dat Nederland goed bezig is. Ja, Brazilië, als je het zo volgt op het nieuws. Ik denk Zweden of iets dergelijks. De slechtste. Ja. Engeland. Nederland. Weet ik niet. Wie het slechtste? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten wie het slechtste is. Maar in ieder geval, premier Rutte deed het heel goed. Ja. Ik zou het niet weten. Nee, zou volgens mij heeft Rusland heel lang geheim gehouden, volgens mij. Dacht ik. Maar ik weet dat niet zeker. Het is moeilijk, zeg. Kijk, overal zijn slachtoffers gevallen. Ik denk al dat we het als Nederland niet slecht gedaan hebben. Dus ik denk toch, ja, Nederland of Zweden misschien zelfs, ja. Ja, als ik het nieuws zo zie, dan denk ik toch Brazilië. Dat, absoluut, ja. Daar heb ik me niet in verdiend. Ik weet wel wie het slechtste was, maar dat is Amerika. Ik denk de warme landen die het ook gelijk op slot hebben gegooid. Dat was in Griekenland, want er waren weinig slachtoffers. Zeg. Dus dat vind ik dan ook weer wel goed. Maar hier doen ze het ook goed. Dat was Brazilië, ja. Ja. Och, dat zou ik niet weten. Nederland, denk ik. Brazilië? Ik zou het niet weten. Er waren wel landen bij die het veel beter deden als wij. Maar ja, hier vind ik het ook wel goed, ja. Ik denk, Amerika is een van de slechtste. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik denk, achteraf kunnen we pas zeggen wat eigenlijk het beste is. Ik vind, op zich vond ik Nederland toch niet verkeerd. Absoluut niet. Ik vond de hele totale lockdown, nee, dat is ook niet de oplossing. Kijk maar in Spanje. Nee, dus ik denk dat we het nog niet zo verkeerd hebben gedaan. Wie het slechtste? Nou, net wat ik zeg, ik vind Spanje en hoe ze daar optraden, vond ik niet kunnen eigenlijk. Dat was echt weer terug in de tijd. Ja, daar kon je echt niet op straat of je moest een papiertje bij hebben. En als je geen geldige reden had, ja, dan ben je ook nog mishandeld. Dat kwam wel niet zoveel in het nieuws, maar het is echt wel gebeurd. Ik heb echt videofilmpjes gezien op internet. Zijn alle mensen gelijk, wat voor kleur dat ze ook hebben. En ja, qua religie, ja, dat valt over te twisten.